Ergens diep verscholen in de bossen van de Belgische Ardennen ligt een verlaten kasteel, gebouwd in 1860. Na een hevige brand, die ongeveer 20 jaar geleden plaatsvond, besloot de eigenaar het kasteel te verlaten in plaats van het opnieuw te restaureren. Hierdoor ligt het kasteel er nu verlaten bij. Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuw avontuur van Lost Buildings. Vandaag gaan we naar een hele vette locatie, namelijk verlaten kasteel in België. Verlaten kasteel in België. Yes. Kijk met ons mee, je kijkt naar Lost Buildings. Een paar honderd jaar oud, denk ik. Gigantische pilaren daar. Maar hoe denk je dat het kasteel is, Paul? Een paar honderd jaar, ja, weet ik niet, 300-400. Dat mag ik niet filmen. Wow. Oh, joh, ja. Compleet overgenomen door de natuur. Maar je, je ziet ook wel op de grond dat hier verschillende stenen naar beneden zijn gevallen vanaf het plafond. Ja. Complete poort. Overkapping, aardig iets. Wauw. Gigantisch. Kunnen we
hier aan de zijkant van een, denk aan de voorkant van het kasteel, met een gigantisch bordes. Dat zie je zo niet. Ze proberen er meer een beeld van te krijgen. Pleisterwerk. Hierdoorheen? Hier, wel, hierin. Vroeger. Om het hele gebouw goed te verwarmen. Kijk eens naar die
Ik kan mijn camera zetten, hè? Dit was hem. Yo beste kijkers van Lost Buildings, we waren net bij dat hele gave kasteel zo die we daar zaten. We zitten nu ondertussen weer in een auto met wat drinken erbij en het was echt een geslaagde trip. Vette locatie, inderdaad. Vette locatie. Je kijkt naar Lost Buildings. Kijk naar Lost Buildings. Your steps keep me awake, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace, now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please.